Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar. En hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren het fenomeen, in ieder geval bij mij in de buurt, van de uitvliegende mieren. Ja. Dus koningen die dan een nieuw nest gaan zoeken. Bekend mee, denk ik. Ja, zeker. En wat ik wel altijd wil doen, dan google ik normaliter dingen van, hey, hoe werkt dat precies? Maar ik merkte gisteren dat ik de app van OpenAI, ChatGPT, gebruikte. Dus die app is live. En dat ik tegenwoordig toch vaak naar je generatieve chat eigenlijk neig om dingen uit te zoeken. Ja. Hoe heb jij de app al gebruikt? Zeker. Ja, hij is nu ook op Android natuurlijk. Ja? Dus ik kan hem eindelijk gebruiken. Ik gebruik hem... Het is een beetje afhankelijk van wanneer ik hem gebruik. Het is, als ik hem wil gebruiken, dan is het voornamelijk als ik meer niet up-to-date dingen hoef te hebben. Of tenminste, niet up-to-date tot op zekere hoogte. Als je echt actueel nieuws wil hebben, ja, dan ga je natuurlijk googlen, want dan wil je het laatste nieuws. En natuurlijk ChatGPT, wat we meestal gebruiken, dat is natuurlijk nu volgens mij 2021 is het gestopt met de datarecording. Dus je mist een paar jaar. Maar het heeft wel heel veel technische kennis. Dus het is... Wil je gelijk een uitleg van het onderwerp wat misschien al wat ouder is? Of wil je hele actuele updates die je zelf nog even moet uitvogelen? Oké, wat is nou de echte informatie? Want ja, Google geeft je 50 linkjes versus ChatGPT geeft je gewoon een leesbaar antwoord waar je echt wat mee kan. Dus daar moet je een beetje een wisseling in maken. Ja, dat is meer voor de feitjes. We maken inderdaad ook Google. Maar ja, als ik gewoon een verdiepunt wil nadenken, zoeken, doorvragen. Ja. Of dan, als je een snel antwoord wil. Ja, en een op maatwerk antwoord zou ik ook zeggen. En de app werkt ook wel heel fijn, hè? Dus ik had in het begin wel, dacht ik, ga ik het wel veel gebruiken. Maar op je telefoon google ik ook. Dus nu gebruik ik die app ook gewoon. Dat is hij werkt echt heel soepel. Ja. Ik kan ook inderdaad opnemen. Merk inderdaad, normaal dan moest je net in de browser gaan kloten om hem, ja, ChatGPT, en dan werkt het net niet lekker. Nu heb je gewoon de app en het werkt best wel lekker. Ja, inderdaad, dat je in plaats van dat je even wat googelt, even naar de app, snel wat vragen. Oh, zo. Maar hoe zit dit dan? Even door kunnen vragen. Dat mis ik bij Google een beetje. Ja, je kunt googelen, maar dan krijg je dat antwoord. Maar dan kun je niet doorvragen op het antwoord. Tenminste, het kan best, maar dan dat wordt een beetje overdreven ingewikkeld. Omdat, ik heb dit antwoord. Oké, dan wil ik daar het antwoord op. Terwijl ChatGPT is gewoon... Je kunt een gesprek voeren met je antwoord. Dat is en als je dan een beetje vrij loopt op de zaken, wat denk je dan dat het gaat betekenen voor Google? En ja, de zoekmachine is natuurlijk super belangrijk voor een Google met het verdienmodel wat erachter zit. Ja. Dat is nu nog een beetje ontbrekend in de ChatGPT-omgeving. Het is natuurlijk niet voor niets dat Google nu in één keer Code Red heeft afgekondigd. Volgens mij voor het eerst sinds hun bestaan dat ze echt... Oké, jongens, we moeten nu wat gaan doen, want ons businessmodel dat valt uiteen. Vandaar dat ze natuurlijk ook met Bart bezig zijn. Mm-hmm. En ook zelf die tak aan het verkennen zijn. Alleen, ze moeten echt alle zijden bij gaan zetten. Want als je nu gaat kijken naar Bart versus GPT. GPT 3.5 is 3.3.5. Dat is redelijk gelijk aan Bart. Maar als je GPT 4 al kijkt. Die is voor mijn gevoel wel echt al een stuk beter. Ja. Bart kan dan nu wel als standaard dingen opzoeken op het internet als hij dat wil. Maar GPT 4, die slaat hem nog steeds wel uit het veld. Gewoon in de onderbouwing, de uitleg van specifieke onderwerpen. Dus die heeft een wat bredere kennis en die weet ook hoe die het moet uitleggen. En OpenAI heeft nu ook patent aangevraagd op GPT 5. Dus dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Ja, de ontwikkelingen gaan zo hard. Als je gaat kijken tussen het verschil tussen 3.5 en 4... daar zat al best wel een groot verschil tussen. Ja. Dan ben ik benieuwd hoe exponentieel dat naar 5 toe zou zijn. En hoe snel dat gaat gebeuren. Ja. Dat zijn nog wel vraagtekens. Het is natuurlijk patentaanvraag. Ze willen natuurlijk de naam hebben. Maar het feit dat ze er al mee bezig zijn, dat is toch wel... En over snelheid, we hadden het vorige keer ook even gehad over hoe belangrijk is wel of geen data hebben. Je kunt al dingen doen zonder data en langzaamaan data verzamelen. Maar Google is natuurlijk wel een partij die, als je data hebt, giga veel data heeft. Ja.
Kunnen ze daarmee dan nog OpenAI in die zin inhalen, verwacht jij? Het geeft ze wel een voordeel, dat sowieso. Het feit dat zij zo belachelijk veel data hebben en eigenlijk een beetje de zoekmachine van de wereld zijn. Zij weten wat mensen willen weten. Zij weten hoe mensen aan hun informatie komen. Want ja, als jij iets wil weten, dan heb je een bepaalde structuur van vragen die je misschien stelt. Oké, ik wil een auto kopen. Ik heb dit budget, ik wil hem in deze kleur. Welke auto? Nou, dit zijn al voorbeelden. Oh, ik vind dat mooi. Oké, ik wil van dit merk. Dus er zijn bepaalde stappen die je vaak neemt. En het zou me niet verbazen als ze daar een heel algoritme van hebben. En wat ze dan kunnen toepassen. Er is gewoon een proces en dat weten zij. Ik denk dat ze zijn er bekend mee en ze zullen langzaamaan steeds sneller komen. Dat met zal hun een stap voorgeven. Ja, dat denk ik ook. Even een ander nieuwtje. Je kan tegenwoordig ook... gaat een beetje over het verlies van banen. Dus de Sam Altman van OpenAI die heeft daar al een beetje op vooruit gewerkt door een crypto munt eigenlijk uit te geven, de Worldcoin. Ja. Daarmee kun je, als je je oog laat scannen, een iris scanner, dan krijg je 15 euro waarde aan Worldcoin. Ja. Met het idee dat het ooit een basisinkomen gaat zorgen. Ja. Wat vind je ervan? Ja. Het is zeer futuristisch ingesteld. Ik ben benieuwd naar wat het er echt van gaat komen. Het is bijna een beetje zoals de film. Er zijn op dit moment al volgens mij 2,2 miljoen mensen die dat gedaan hebben. Hè? Ja, gratis geld, wie wil dat niet? Ja. Nee, maar ja, als je echt kijkt naar de usability. Er is nu nog niet echt gebruik voor. Het is denk ik wel echt een doel voor de toekomst. Mm-hmm. Kijken wat er in de toekomst mee mogelijk kan zijn. Ik denk dat er nog te veel mensen huiverig zijn. En het feit dat je een soort basissalaris gaat uitgeven via een coin. Ik denk niet dat overheden daar ook heel blij mee zullen zijn. Dat die controle een beetje gaan verliezen. Ik ben het is een beetje dubbel gewaagd op meerdere manieren. Hè? Ja, het is aan de ene kant natuurlijk heel gaaf dat je dat gaat doen. Dus ja, gaaf. Maar... het blijft wel spannend. Ik hoop dat het iets kan opbrengen, maar ik verwacht er niet al te veel van. Nee. Want het gaat deels natuurlijk over het feit dat ze dan soort van kunnen herkennen. Hey, en je bent een mens. Maar natuurlijk wanneer AI steeds meer komt van wanneer is iets echt. Ja. Maar ook hoe ben je uniek? En dat beide dan daar aan bijdraagt als je een scan van je ogen hebt. AI kan ook plaatjes genereren. Die kunnen waarschijnlijk vast een mooie foto van je oog genereren. Dus ik ben nog een beetje huiverig ervoor. In de zin van... Ik weet nog niet wat het kan gaan bieden. Maar de tijd zal laten zien wat het kan bieden. En ik ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn. En het idee dat hij alvast inspeelt op het feit dat we mogelijk in de toekomst een basisinkomen nodig hebben? Dat is op zich wel slim. Want je krijgt natuurlijk steeds meer dat AI banen gaat niet per se al gelijk vervangen, maar gaat ondersteunen. Dus het werk wordt ondersteund. Grote partijen zullen zien van ik kan dit werk ook... Misschien hebben ze een heel kantoor vol met administratief medewerkers. Ik noem maar even iets. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk de hele dag alleen maar papiertjes om te controleren. Dat kan ik ook door één AI laten doen. Ja. Voor de helft van het geld, voor de helft van de tijd. Ja, dan zullen er grote corporaties zijn die zeggen... ik ga alles AI maken. Die mensen zullen dan een nieuwe baan moeten gaan zoeken. Maar ja, tot op zekere hoogte. Ja, hoe lang kunnen we blijven doorgaan... Nieuwe baan, et cetera. Het lijkt er wel alsof AI uiteindelijk alles zou kunnen. Hè? Dus dat is, Afhankelijk is natuurlijk van het werk. Als je inderdaad meer handwerk, dus echt de bouwvakkers, gewoon de bouw. De robots heb ik ook al voorbij zien komen. Maar die zijn nog niet zo ver als dat ze dat echt zouden kunnen. Dan zijn we denk ik nog wel een jaar of 30 voordat dat echt de vertrouwen in hebt dat dat kan bestaan. Het is een goede eerste stap, maar het loopt misschien nog een beetje vooruit op wat komen zal. Jij deelde wel nog ook een ander linkje met mij. Dat ging over White Castle. Ja, White Castle die heeft nu een proof of concept, zijn ze begonnen.
En daarbij... White Castle, mensen die het misschien niet kennen, is eigenlijk net een McDonald's. Alleen dan in Amerika voornamelijk. En daar hebben ze ook een drive-thru waarbij je bestelling opgeeft. En je haalt je eten af. Lekkere fastfood en door. En zij had het idee om... normaal moet je, als je wat wil bestellen bij een fastfoodketen, dan zit je in de auto bij de drive-thru. En dan moet je wachten tot degene voor je klaar is met bestellen, of degene naast je, afhankelijk van natuurlijk hoe het staat. En zij had het idee, ja, maar kunnen we niet iedereen tegelijkertijd helpen door gewoon iedereen met AI te laten praten? Dus je kunt nu bij White Castle, volgens mij niet alle locaties, maar een aantal, kun je inderdaad gewoon met AI praten, je bestelling opgeven en de rekening daarna af en dan ben je klaar. Je kunt er nog steeds voor kiezen natuurlijk om met mensen te spreken. Die optie hebben ze. Het is natuurlijk een pilot. Maar het feit dat ze inderdaad ook dat soort werk al natuurlijk AI-ficeren, om het zo even te noemen. Is de baan die verloren gaat. Ja. Maar ze kunnen tegelijkertijd natuurlijk praten, want je kunt een oneindig aantal, maar het eten moet alsnog bereid worden, dus je alsnog moet wachten. Ja, dus in plaats van dat, ze zeggen ook, ons personeel wordt niet ontslagen. Mm-hmm. Maar in plaats dat ze de bestelling opnemen, staan ze het eten klaar te maken. Ja. Dus je eten is sneller klaar en je kan sneller door. Ja, het is natuurlijk een tijdwinst ding voor hun. Ja, zij gaan er natuurlijk meer aan verdienen, want ze kunnen meer mensen helpen in een kortere tijd enzovoort. En voor de klant is het natuurlijk fijn. Ik bestel mijn eten en het staat al bijna klaar terwijl ik nog aan het doorrijden ben. Ja. Dus het concept is wel gaaf. Maar of mensen er ook fan van zijn, is toch een beetje dat human touch. Een beetje als je bij de kassa afrekent, dat je even die glimlach hebt of even dat gesprekje. Ik denk dat mensen dat de vraag is toch wat de meeste mensen soort van willen. Iedereen wil gewoon veel snel consumeren. Volgens mij is dat een beetje de trend. Het zal een beetje afhankelijk zijn van waar je het gaat toepassen. Ja. White Castle is een fastfoodketen. Ja, mensen willen gewoon snel eten, boeien, wie er achter zit. Of iemand naar me lacht of niet. Ik wil precies. Maar als je in een restaurant zit, dan wil je toch een beetje die hele ervaring met de ober die netjes het ding komt vragen, het ding aan tafel komt serveren. Ja, er zal steeds meer een soort van behoefte dan ontstaan naar echt mensen. Ja, en dat zal ook de dingen liggen die AI zou kunnen vervangen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk, we zijn mensen en misschien hebben we inderdaad ook de behoefte om toch dat mensen contact te houden. Dus het zal niet in elke markt mogelijk zijn. Maar fastfood is natuurlijk hoe sneller hoe beter. Dus, Welcome to White Castle. To begin ordering, agree to the terms by saying okay, I'm ready. Okay, I'm ready. Let's get started. What can I get you? Can I get a number one combo with a Coke for the drink? What cheese would you like for your number one combo? American. Would you like to upgrade your Coke to medium? No thanks. Okay. And then can I also get a gooey butter cake dessert on a stick? Certainly. That's all I need. Want to try a French fry? No, thanks. Thanks. Your order number is 1. Please pull forward to satisfy your craving. Thank you. En je deelde nog een linkje met mij over Dell, die ook in de generatieve AI stapt. Ja, Dell die is natuurlijk bekend van een beetje van alle apparatuur zo'n beetje wel. Van computers tot printers tot beeldschermen, noem maar op. Ja. En zij dacht, wij willen natuurlijk ook een beetje mee in de trend. Iedereen moet mee. Iedereen moet mee, hoe gaan wij mee? Dus zij zijn nu met Nvidia gaan samenwerken in de zin van apparatuur leveren. Zodat Nvidia meer services zou kunnen gaan leveren. En daarnaast verdiepen in hoe kunnen wij AI beter laten lopen op onze apparatuur. Dus kijken naar het installeren van AI-specifieke chips in hun software of in hun hardware en hun software erop afstellen. Dus een beetje het gereedschap eigenlijk. Hoe kan ik mijn gereedschap optimaliseren voor het gebruiken of het werken met AI? Precies. Ja, en dat laat ook weer zien hoe belangrijk het is dat je gaat kijken, oké, waar zijn de mogelijkheden? Dell die weet, oké, wij zitten een beetje in een bepaalde hoek op de markt. Hoe kunnen we uit de hoek komen? Nou, door samenwerking aan te gaan en in te spelen op de trends die er zijn. Want als zij samenwerken in Nvidia misschien wel de beste laptop hebben die kan werken met AI, dat is natuurlijk voor hun een mooie selling point. Terwijl als zij gewoon door blijven gaan zoals ze nu gaan,
ja, dan lopen ze er zo meteen achter. Ja, het is ook weer gewoon inspelen op de veranderende wereld. Ja, en, kijken waar je wat kan betekenen en hoe je je producten kan verbeteren. Over de modellen die er nu zijn. Je merkt dat heel veel gebeurt natuurlijk in Amerika met name. Hè, de grotere bedrijven die daar actief zijn. Dan is er nu ook iets in een beweging in China gaande. Ja. Natuurlijk al meerdere, denk ik, maar Alibaba. Ja. Die de strijd aan gaat met Meta. Ja, ik ben benieuwd. Ja, Alibaba die is natuurlijk een techgigant. En die hebben ook nu hun model open sourced. En die gaan de strijd aan. En dan kunnen wij daar ook gebruik van maken? Ja, het is nog niet al te veel over te vinden. Mm-hmm. Ik ben nog een beetje aan het inlezen. Maar het lijkt inderdaad op dat je inderdaad gewoon het model kan gaan gebruiken. Zelf kan bestuderen. Zelf kan gaan toepassen. De vraag is natuurlijk wel, okay, is het alleen online of offline? Als je het online houdt, het is natuurlijk Chinees. China al je data sturen. Nog even kijken hoe dat gaat. Maar ja, mocht je het offline kunnen halen, dat is natuurlijk weer een model erbij. Wat weer bijdraagt aan wat je nu steeds meer ziet. De modellen worden geopen sourced. Meer developers worden erbij betrokken. Het trekt meer aandacht. De ontwikkelingen gaan nog sneller, want meer mensen zijn erbij betrokken en hebben er zelf baat bij. In plaats van een bedrijf dat zelf tienduizenden developers erop zet, krijg je de hele wereld die ermee bezig kan. Ja. En ik ben er zijn er zoveel modellen nu, hè? En dan heb je ook een Hugging Face, een soort bibliotheek van modellen en overige. Als niet developer raak ik er een beetje verdwaald. Ja. Ja. Kun je toelichten wat Hugging Face is en wat het doet en hoe helpt het ons? Ja, het is een, hoe wil je het noemen? Een marktplaats, een app store, net wat je wil. Maar het is in principe gewoon een platform waar modellen, vooral door grote bedrijven, worden geüpload. En waar je dus gebruik van kan gaan maken. En dat zijn modellen van tekstgeneratiemodellen tot image generation, tot noem maar op, geluid, alles zit erop. En dat is in principe een het is een community, zou je het ook wel bijna kunnen gaan noemen. Het is een community, een platform waar modellen gedeeld worden. Waar je dus ook echt gebruik kan maken van die modellen. En ik meen ook iets gezien te hebben van, zijn er ook dan applicaties die al daarop gebouwd worden? Dus een soort van frameworks, bestaande frameworks kunt gebruiken, waar je sneller kunt ontwikkelen? Ja, ze hebben echt heel veel. Ze hebben van datasets tot modellen tot gewoon de data zelf. Niet alleen de sets, maar ook gewoon de data zelf. Ze hebben heel veel, ja. En het is namelijk denk ik interessant als je zelf je applicaties wil gaan bouwen. Mm-hmm. Mocht je echt iets specifieks zoeken, dan kun je vaak daarop kijken. En er is een grote kans dat er al iets gebouwd is. Er staan volgens mij echt tienduizenden modellen op. Een groot deel is wel afstammeling van de eerder gelekte modellen van de grote bedrijven. Mm-hmm. Maar daar is op doorgebouwd door developers. En dan zie je al wat developers in hun vrije tijd al kunnen met modellen. Ja. Dat moet je nagaan als het nu echt gesport wordt door grote bedrijven. En is het dan in die zin ook van een goede kwaliteit dat als er een relatie van ons binnenstapt en die wil een oplossing, dat we dan in hun bibliotheek gaan kijken of marktplaats? Zou kunnen. Van, dit is al een bestaand iets en hier kunnen we op voortborduren? Ja, er zit wel echt hele goede dingen tussen. Ja. Ik ben natuurlijk voor Enrise bezig om een Nautilus tool te maken. En ik ben ook zelf daar aan het kijken van, welke modellen kan ik gebruiken? Je hebt natuurlijk, ik moet mijn stem omzetten naar tekst. Ik moet speakers kunnen herkennen. Dat zijn allemaal modellen die staan op Hugging Face. Dus van alles wat. Dus ik denk zeker dat als je inderdaad een applicatie gaat bouwen voor een klant, dat je het ook daar heel veel kan vinden. In ieder geval onderzoek kunt doen van, bestaat het al? En kunnen we daardoor het ontwikkelproces versnellen? Precies. En al is het maar even kijken van, hoe hebben zij het aangepakt? Ja. En wat kunnen we daarin verbeteren? Zelf personaliseren? Hugging Face is wel echt. Het begon als een grappige naam, maar het is eigenlijk best wel een groot platform geworden. Ja. Waar echt grote bedrijven, Intel, Meta, Google. Iedereen doet daaraan mee, zag ik volgens mij. Ja, iedereen zit erop. Ja. Het is best wel groot. Hey, en vanavond is het Enrise Black. Ja. En ga je dan weer aan je AI-notulist werken? Of? Ja. Kun je het misschien toelichten wat Black is? Ja, dat is eigenlijk elke vrijdag bij Enrise. Dat is eigenlijk gewoon de avond waarbij we met degene die er zin in hebben op werk blijven hangen. Dus meestal zijn we met een man of 10 ongeveer. En zijn we met 10 man eigenlijk aan het developen, lekker hobbyprojectjes bezig. Sommigen zijn ook voor werk bezig, maar die kunnen het dan, ik wil dit nog even afmaken, ik ga nog even door. Maar gewoon tijd om op werk
bezig zijn, blijven hangen, developen. Maar ook gewoon met iedereen die er echt passie voor heeft. En denkt, oké, ik wil dit voor elkaar krijgen, maar hoe krijg ik het voor elkaar? Ja. En je zit dan net weer even met andere mensen dat je maar in je team zit. Want ja, je vanuit verschillende teams heb je mensen bij elkaar zitten. Oh, dat heb ik ooit een keer gedaan. Je moet het zo doen. En oh, wow, nu ben ik weer een stap verder. Dus het is toch een beetje elkaar helpen, maar toch ook lekker bezig zijn. En elke eerste vrijdag van de maand betaalt NYS ook het eten. Dus dan kunnen we eten op de kosten van de zaak. En anders dan bestellen we het zelf en dan regelen we het onderling. Dus dat, En je noemt het met andere mensen, maar volgens mij zitten er ook wel eens mensen van buitenaf. Ja, één keer in zoveel tijd hebben we inderdaad iemand die zegt van, hey, het lijkt me gaaf om aanwezig te zijn. Dan gaan we even kijken wat mogelijk is. En dan sluiten er ook anderen bij. En volgens mij hebben we ook het idee om het binnenkort wat groter aan te vliegen. Hè? Dat we een soort van open hackathon organiseren. Ja. Ook op het NYS Black moment. Ja, klopt. Waar we ook heel veel mensen van buitenaf naar binnen halen. En volgens mij met als hoofdonderwerp dan AI. Ja, klopt. Ja, we zijn nu een hackathon aan het opzetten, aan het organiseren. En dat zal gericht zijn op AI. Het onderwerp wat we nu zo'n beetje hebben afgebakend is het bouwen van een chatbot. En dat kan zijn of met de NRIS website of met welke website je dan ook wil. NRIS is natuurlijk leuk. Dus dan, maar in principe het bouwen van een chatbot. En wij bieden daarvoor bijvoorbeeld tools van AI aan, van OpenAI aan. Zodat je daar gebruik van kan maken. Maar als je eigen face. Precies, mocht je eigen tools willen gebruiken, kunnen dat natuurlijk ook. Dus de Dell computers. Nee, die hebben we niet, helaas niet. Nee. Nee, maar dus hackathon zijn we bezig. Kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja, leuk. Dus zodra we weten wanneer dat is, horen we het graag. Dan kunnen we misschien wat mensen ook volgende aflevering laat ik het weten. Top, lijkt me goed. Tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar een aflevering van NRIS AI. NRIS is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar nrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@nrise.com.